Yo mensen van het Pro Games, toen blauw duimpje omhoog alvast. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Bam! En deze video gaat over mijn tante. Die verdomde tante heeft alweer haar geheimen. Nou, we moeten haar toch verslaan, man. Bam, ze moet echt helemaal weg. Dus bam, het is nu tijd voor die verdomde tante. Oké, dit is een video van mijn tante. Maar wat ik had gezien is, mijn tante heeft blootjesvideo's gemaakt. 6 blootjesvideo's. 1 daarvan zit ik erin. Ik heb er 3 verwijderd over helemaal blootje van mijn neefje en nichtje. In haar kont, in haar ballen, ja, in de ballen van hun, in de kont van hun. Ja, dat had mijn tante allemaal gefilmd. Dat is juist heel gevaarlijk wat ze doet. En ze wil zelf slecht zijn. Ik had gehoord wat ze zei, dat is dat ze zelf slecht wil zijn. Ze wil gewoon zelf een slecht persoon zijn. Waarom? Waarom? Ze maakt niet uit of ze slecht doet. Ze gaat gewoon zelf doen, zelf doen, zelf doen. En haar kinderen op YouTube met blootjes. Wie ben ik dat? Ik kan toch niet zo groot zijn? Ben ik dat echt? Nee, dat ben ik niet. Nee, dat ben ik niet. Ik dacht van, hé, waarom ben ik zo groot? Maar echt, man, man. Oké, mijn tante is niet normaal, dus daarom abonneer niet op haar YouTube-kanaal, man. Fuck dat en fuck dat. Ik was haar geheimen achtergekomen. 3 video's weg van haar YouTube-kanaal, dat is super vet. Maar nog 3 te gaan om te verwijderen. En daarna, bam, alle blootjes zijn weg. Dat vind ik echt super chill. En ik ging in de zee met mijn zwembroek. Ik wil niet dat je mij zomaar filmt, hè, tante. Dat is echt mijn verdomde tante. Sorry jongens. Ik scheld tegen mijn tante, maar dat is toch zo? De verdomde tante doet dat gewoon. Maak zomaar video's en zet op YouTube terwijl ik het niet, terwijl zij het niet had gevraagd. Bijvoorbeeld dit. Zet zomaar iemand op YouTube. Mijn vriend. Nieuws, hè? Dat mag toch niet? Zomaar blote kinderen op YouTube zetten. Dat is een slechte man. Kom op, kom op, kom op. Het is tijd voor die verdomde tante. En dit is dus het YouTube kanaal van mijn tante. Wat is dit? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Dat is dit. Dat was voor kinderen of kinderen? Jongens, 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 man. Wat is dit? Hier? Ah, ik ken deze niet. Maar een keertje viel mijn nichtje serieus in de vijver. Hé! Hey. Iemand fietst gewoon mee. Is dat niet Robin? Ik heb geen idee. Ik denk dat het Robin is. Dat meisje daar. Dat grote meisje daar. Dat grote meid daar. Of ik denk dat het Robin is. Ja, dat is Robin. Hoe en waarom heeft mijn tante zomaar mensen op YouTube gezet? Eerst vragen, daarna pas op YouTube zetten. Dat mag niet, man. Ik vind haar serieus slecht. Ik vind haar heel slecht. Met zomaar mensen op YouTube zetten. Wat is haar geheim? Wat is haar geheim? Echt serieus. En ik heb niet eens aan mijn tante gevraagd of de kinderen op YouTube mogen. Jammer. Kinderen mogen toch niet zomaar op YouTube gezet worden? Want de verdomde tante van mij die is irritant. Super irritant, man. Huh? Ik dacht dat er iemand aan zou komen, maar wat is dit voor een video? Wat is dit voor een video?
Ga deze video's op YouTube zetten. Je hebt niet eens aan mij gevraagd of het mag, man. Je hebt niet eens gevraagd of het mag. Je hebt niet eens gevraagd of jij mij op YouTube moet zetten. Oh, zitten. Oh, hallo. Hallo. Hey, ik heb voor jou. Dit is van Slowakije. Heel mooi. Er staat, oh, sorry. Dit is voor jou. Ik ben aan het opnemen om YouTube te zetten. Dat was even sorry, iemand. Sorry. Oh, oké. Okay. Sorry. Doei. Dat was even iemand, maar ja, goed. Wat is dit allemaal? Mijn tante heeft allemaal serieuze video's beginnen niet met. Yo mensen. Sinds wanneer heeft zij een YouTube-kanaal? 3 jaar geleden of zo. Oh, what the fuck. Mom. De verdomde tante moet even wat leren van mij, hè. Ik heb haar wat geleerd. Zeg altijd, vragen eerst daarna op YouTube zetten. Je mag niet blootjes op YouTube zetten. Je mag geen blootjes op YouTube zetten. Ze zeggen. 10 keer gezegd, 10 keer gezegd. En nog een keer. 10 keer 10 gezegd. Jongens, dit kan niet. Mijn tante is gewoon heel slecht. Ze luistert gewoon niet, hè. Zomaar iemand op YouTube zetten. Ik denk daar beter dat ik mijn moeder zo moet waarschuwen in de avond. En zeggen dat het niet mag. En gewoon boos worden op mijn tante, man. Dit is irritant. Toch, jongens? Want dat is heel irritant. Mijn nichtje is kont bijna bekeken. Kijk, de video's zijn verwijderd. De vorige delen... Waren wij hier ergens? Ja, de blootjes. Bekijk deze video niet. Nou, waarom zeg ik dit? Want dan kijken jullie die video's. Dat is heel gevaarlijk. Bekijk die video echt niet, man. Nessie. Waarom zei ik dat ook nog? Ga douchen voor tijdens het douchen filmen. En op YouTube zetten, hè? Jij hebt me niet gevraagd, hè, mijn tante? Hey, dat mag niet, hè? Hè? Jij moet eerst vragen. Als mijn neefje en nichtje zeggen nee, dan is het nee. En dan mag het niet. Maar als ik zeg ja, als ze zeggen ja, dan mag het wel. Mijn tante heeft helemaal niet gevraagd. Maak het over of het haar kinderen zijn. Niet op YouTube zetten. Die stomme kutreclames, filmpjes en mijn broodje sexy over je. Ik scheld alweer, man. Ik ben er helemaal gek van, man. Dit is echt niet te doen, man. Dit is echt fucking kut. Oh jeetje. Als mijn moeder deze video kijkt, sorry man. Oh my god. Jezus, ik denk dat die video nu al verwijderd is, want het is al lang voorbij. Hé, mijn neefje even in een blootje. Heerlijk. Nee, we zijn nog niet voorbij. We moeten nog verder. Verder. Ja. Dit wordt echt fucked up. Man. Dit wordt zo fucked up. Oh my god, man. Wanneer zijn we helemaal daar? Kom op. We zijn niet eens in de buurt, of wel? Als wij bij 10 vlog zijn, dan is hij echt verwijderd. In 1 keer. 10 tap, oh my god. Is hij weer zo'n motherfucker die dat doet, man. Ja, nice. Nee, die is echt verwijderd. Die is gewoon verwijderd door mij. Tante, als jij dit kijkt, ik heb jouw video's verwijderd over de blootje. 3 video's verwijderd, hè? Van mijn neef en nichtje. We zeiden dat jij al moest verwijderen, maar je deed nog steeds niet. Nou, dan doe ik het voor jou, hè? Deze video's is speciaal voor jou, hè, mijn tante? Je verdomde tante, ze moet even wat leren. Ja, maar ze leert nooit wat. Ze gaat later niet de hemel in. Daar ben ik heel erg blij mee, man. Oh, ik had gescholden. Ik ben ook niet blij dat ik de hemel in mag. Man. Maar serieus? Film je blootjes? Hoe dan? What the fuck is dit voor een kut video, man? Hè, kut Aziat, dat mijn tante een beetje is. Ja, hier staat die verdomde oude buurman. Terwijl ze nu de verdomde tante bezig is. En ik laat de telefoon vallen. Man. Praat niet Vietnamees. Praat meer Nederlands.
In een no time heb ik gewoon 22 abonnees. Al mijn YouTube kanaal heb ik in no time al 22 abonnees. Zijn maar 9 in een lange, lange tijd. In 3 jaar is er maar 9 abonnees. Leuk hoor, leuk hoor. Geen video's op YouTube zetten. En deze video's mogen niet. Deze video's mogen niet. Ik verwijder die stiekem, hè, die blootjes video. Dus het is tijd dat wij in deze tijd de oorlog met mijn tante doen. Want het is tijd voor... Ding, 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 ding. En bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later! Als jullie Thundering zien, allemaal duimpjes omlaag voor haar. En voor mij duimpjes omhoog. Dus later!